groot is een kas van 6 hectare. Nou, dat is dus echt gewoon zo ver je kunt kijken, dan zie je dat. Totaal is dit 12 voetbalvelden. En elke week wordt er gekeken of er gewoon geoogst kan worden. En dit is dus zeg maar trosse tomaten. Dit is volgens mij de koeling. Of nee, de verhitting van de kas. En transport. En transport. Stefan, wanneer heb je dit gebouwd? Dit is in 2004 gebouwd. 2004. En dit is een kas van 6 hectare. En de andere die ernaast zit? Is 5 hectare. 11 hectare. En hoeveel kilo komt daar dan uit per jaar? Wij produceren 9 miljoen kilo tomaten elk jaar. En allemaal trostomaten? Of ook, allemaal trostomaten. En ook nog variaties? Doe je al van die snoeptomaatjes en dat soort zaken? Nee. We hebben er wel een paar plantjes. Die eten we allemaal zelf op. Maar voor de verkoop hebben we alleen grove trostomaten. Ja. Waar gaan die tomaten heen? Wij zijn leverancier van Lidl. Dus in de plaatselijke Lidl is de kans groot dat de tomaten van ons liggen. Oh ja. En hoeveel doe je in het buitenland? Of is het echt gewoon het grootste gedeelte in Nederland? Ik denk voor ons 50-50. 50-50, oké. Okay. De veiling is er niet meer, hè? Nee. Dus het is, je moet alles zelf gewoon organiseren. Ja, en samen met onze telersvereniging noemen we dat. En wie is dat? Prominent. Prominent, oké. Okay. En energie is natuurlijk ook belangrijk. Van hoeveel energie produceer jij hier per jaar om deze 10 miljoen of 9 miljoen kilo tomaten te maken? Wij produceren elektriciteit voor een dorp van 6.000-7.000 inwoners. Dat is dan hoeveel megawatt is dat dan? 5 megawatt maximaal. Machine. Ja. En op jaarbasis produceren we zo'n 25.000 megawatt. 25.000 megawatt. Zit allemaal in die dingen. Oké, laten we eens even kijken. Want jullie hebben een hele speciale WKK. Die is van het merk? Rolls-Royce. Rolls-Royce. Gaan we even kijken. Elk plantje wordt apart bewaterd. Ja, ze zijn zo mooi. Hoe efficiënt is dat watersysteem? Het watersysteem is heel efficiënt. En voor een kilo tomaten gebruiken wij maar 10% van de hoeveelheid water als de Spanjaarden. Oké, de Rolls-Royce. Wat is dat hier? Hier worden de rookgassen afgevangen. Ja. Die worden gezuiverd van alle schadelijke stoffen. En via die buis gaan ze via een buisstelsel de kas in. En gebruiken we de CO2 om de gewassen beter te laten groeien. En normaal CO2 20% geloof ik van de lucht. Hè? Hoeveel is het hier? Zuurstof is 20%. Hoeveel hoger CO2 percentage dan in de... In de buitenlucht is het 400 ppm. Ja. En wij doen het naar 800 ppm brengen. Okay. Dus deze kas is niet verlicht, maar hier kom je gewoon in het paradijs van de verlichting. Het is ook meteen een stuk warmer eigenlijk. Ik weet niet of dat door de verlichting komt of door dat gewoon door de... Allebei. Allebei. Okay. Deze plantjes hebben meer temperatuur nodig en meer licht. Is nou ook LED-verlichting, zou die ook kunnen werken of niet? Ja, dat werkt ook. Alleen de investeringskosten zijn nog te hoog. Ook al gebruiken ze 10 keer zo weinig energie of 5 keer zo weinig energie, dus het maakt niet uit. Ja, was je maar zulke aantallen, dan zou het interessant worden, maar het scheelt niet veel. Nog niet.